Dit is Flevoland van donderdag 29 december. De politie heeft de afgelopen weken in Flevoland ruim 400 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Daar zaten volgens de politie zeer gevaarlijke explosieven bij. Het vuurwerk is door de EOD afgevoerd en elders vernietigd. Het ging om acties in de hele provincie, zegt een woordvoerder van de politie. En dan gaat het om acties in Dronten, in Biddinghuizen en op Urk. Zijn we de afgelopen dagen actief geweest om illegaal verboden vuurwerk op te sporen en in beslag te nemen. Hoe zijn jullie dan die partijen op het spoor gekomen? Ja, dat was, we hebben een onderzoek gedaan naar een leverancier van Fisco Lont. Dat is een soort een aansteeklont wat wordt gebruikt om vuurwerk aan elkaar te knopen. En via die leverancier zijn we achter allerlei adressen gekomen, landelijk, waarbij vuurwerk werd besteld en geleverd. En zodoende kwamen we ook terecht in Flevoland op de locaties zoals ik net beschreef. De politie heeft diverse soorten vuurwerk in beslag genomen. Vooral populair zijn natuurlijk de cobra's, mortieren, nitraten, vuurpijlen en enorme vuurwerkpotten. Eigenlijk alles wat je maar kunt bedenken, dat kom je dan tegen. De illegale handel floreert in Nederland. En dat is enerzijds door gebrek aan Europese wetgeving die legaal vuurwerk in andere landen mogelijk maakt. En in Nederland is dat natuurlijk een prima bron voor jongeren die op deze wijze aan vuurwerk willen komen. Omdat ze toch vinden dat het Nederlands consumentenvuurwerk, wat zoals ik net al aangaf, vanaf vandaag mag worden verkocht, toch te licht is in hun ogen. Terwijl ik denk van nou, als je gewoon een mooi vuurwerk wil hebben, kun je prima in Nederland terecht. Ja, en dan wordt het ook nog eens een keer opgeslagen op locaties, onder een bed, in de slaapkamer. Dat, met instabiel vuurwerk is dat natuurlijk levensgevaarlijk. De politie heeft ook legaal vuurwerk in beslag genomen. Dan ging het om partijen die vele malen groter waren dan de toegestane hoeveelheid. Na 3 jaar mag het weer, het afsteken van vuurwerk. Dat betekent dat het drukke dagen worden voor de verkooppunten en de toezichthouders. Die moeten er namens de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek op toezien dat de opslag en verkoop veilig gebeurt. Zo ook deze toezichthouder, die liever anoniem wenst te blijven. Waarom is het nou zo belangrijk dat het elk jaar gecontroleerd wordt of het goed geregeld is bij een verkooppunt? Nou, we hebben natuurlijk een aantal jaar geleden, 2000, hebben we de vuurwerkramp gehad. Enschede, waarbij 23 doden zijn gevallen. En daarna is steeds meer bewustwording gekomen van de risico's die aan de verkoop van vuurwerk verbonden zitten en aan de opslag. Daarom zijn er na die tijd is er regelgeving opgesteld waaraan de opslag en de verkoop van vuurwerk moet voldoen. En in dat kader controleert de Omgevingsdienst of de verkooppunten voldoen aan die regelgeving. Kunnen we nog even naar de watervoorraad kijken? Bunkers moeten altijd zijn voorzien van een ruime hoeveelheid bluswater. We hebben hier het bluswater. We kunnen even de test uitvoeren. De pomp slaat aan en werkt. Van belang. Dus in orde. Hoe vaak worden eigenlijk verkooppunten per jaar gecontroleerd en wanneer? Alle verkooppunten worden elk jaar bezocht. Daarbij voeren wij eerst een voorcontrole uit. Daarbij gaan we eventjes langs het verkooppunt, hebben we even een gesprek met de ondernemer, bekijken we even de situatie zoals die is. We controleren dan ook even de keuringsdocumenten van de sprinklerinstallatie. Die worden elk jaar dienen die gekeurd te worden door een gecertificeerde instantie. En wij controleren of dat ook echt gebeurt. Daarnaast worden de bunkers en het gehele verkooppunt 1 keer in de 5 jaar opnieuw bekeken. Dat heet dan een uitgangspuntendocument. Die wordt 1 keer in de 5 jaar ook weer opnieuw beoordeeld door ons. Als een soort van, en dan gaan wij op locatie langs als een soort van reality check. Of dat de situatie op papier ook voldoet aan de echte situatie. Nou, die is aanwezig. Zijn ze gekeurd? Nou, blusmiddelen worden om de 2 jaar gekeurd door een daartoe bevoegd bedrijf. Nou, dat is in dit geval ook in orde. Ook voor ondernemer Ruud Davids is de vuurwerkcontrole ieder jaar weer spannend. Hoe krijgen jullie het goede vuurwerk binnen en houden je het slechte vuurwerk buiten? Nou, we doen sowieso alleen zaken met de Nederlandse importeurs, dus we gaan niet zelf in China shoppen. Dus dan weet je zeker dat je in ieder geval aan de wetgeving voldoet, zou ik maar zeggen. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste, makkelijkste wat wij kunnen doen. Ja, het is voor het eerst sinds 3 jaar dat het weer mag. Merk je dat ook? Dat er heel veel mensen nu al staan te trappelen om te kopen? Ja, de webshops zijn eerder opengegaan dan andere jaren. En inderdaad, er worden meer bestellingen gedaan al en meer filmpjes bekeken. Mensen, dat wil ik graag hebben om weer een mooi feestje van te kunnen maken. Vuurwerk mag dit jaar vandaag, morgen en overmorgen worden verkocht. Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december vanaf 6 uur 's avonds tot 1 januari 2 uur 's nachts. Buiten deze tijden is het afsteken strafbaar. En na 3 jaar wachten is de vuurwerkverkoop vandaag weer begonnen. Bij vuurwerkwinkel John de Knaller in Almere stonden de eerste kopers al om 9 uur voor de deur. Goedemorgen meneer, de buit is binnen. Dat klopt, ja, dat klopt. Het is weer een tijd geleden. Dus wij dachten dit jaar maar weer eens een keer een pakketje kopen, ja. U bent een van de eerste klanten, u dacht ik ga meteen heel vroeg? Nou ja, dat vind ik altijd wel prettig. Dan is het altijd niet zo rijden, dan is het niet zo druk. En, het is ook voor mijn zoon, dus met z'n tweetjes hebben we wat gekocht. Ja. Hoe voelt het dat het weer mag eindelijk? Leuk, leuk. Ik vind het erg leuk om een keer met z'n allen weer de vuurwerk af te steken. Ja. Aan de online bestellingen te zien lijkt het een recordjaar te worden voor de handelaren. We verwachten extreme drukte. We hebben het idee dat de mensen er gewoon echt weer zin in hebben na 2 jaar niet te mogen kopen. We zien de voorbestellingen ontzettend goed gaan. Heel veel via internet verkocht. Dus we verwachten er eigenlijk een hoop van. Dit jaar zijn er wel wat veranderingen te merken voor de vuurwerkliefhebbers. Alle vuurpijlen, het knalvuurwerk en de singleshots die zijn allemaal verboden sinds 2019 eigenlijk al. En dat, dat gaat nu dus voor het eerst in werking, want door corona hebben we het niet eerder kunnen testen wat de gevolgen ervan zullen zijn. Goedemorgen meneer, als een van de eerste het vuurwerk opgehaald? Ja zeker, zeker. Ja. We mogen weer hè, dit jaar, dus we gaan weer goed los. Ja, ja. Fijn dat het weer mag. Ja zeker. Ja, ja, ja. Ik hoop dat het weer een beetje mee zit, maar we gaan gewoon lekker knallen. Ja. Meer besteld dan voor corona? Nee, ik bestel eigenlijk elk jaar wel hetzelfde. Ongeveer. Ja, het is altijd iets te veel. Maar goed, ja. Nou is er dit jaar wel wat veranderd, hè? Geen vuurpijlen en knalvuurwerk meer, ja, hè? Dat klopt inderdaad. Ja, ja, het is wel heel erg jammer. Maar ja, goed, voor de veiligheid. Ja, bepaalde producten zijn ook afgekeurd die ik besteld heb. Maar het is niet anders. We doen het mee met wat we hebben. Ja. Veel plezier. Ja, dankjewel. Doei! Wat zijn de trends dit jaar? Je ziet dat mensen echt naar de grotere compounds gaan. De boksen 1 keer aansteken, minutenlang plezier. Echt het grote siervuurwerk, dat zie je dat dit jaar goed verkocht wordt. Ja, dat zijn ook wel meteen serieuze uitgaven hè, per box. Wat is de duurste box die je hebt? Op dit moment hebben we nog de duurste box van €500. En dat zijn er dan 4 die aan elkaar verbonden kunnen worden. Dat is ook het laatste jaar dat dat weer verkocht mag worden. Want vanaf volgend jaar mogen we geen koppelbare compounds meer verkopen. Voor de 7e keer op rij was het dringen geblazen voor de deur van Hobbytime in Zeewolde. Want daar konden de deelnemers het vraagboekje ophalen van de Zeewolder dorpsquiz Ik Wist Het. De quiz bestaat uit 75 moeilijke vragen. 44 gaan er over het dorp Zeewolde. En die andere vragen kunnen over alles gaan. Letterlijk alles. Wat is er zo leuk aan de quiz? Meedoen, heel gezellig met de hele buurt. Dat is eigenlijk wat we doen. Ja. En er zitten echte nekkenbrekers in, hè? Ja, ja, absoluut. We worden ook elk jaar slechter. Ja, dit jaar wordt het hem, nummer 1. Ja, het komt goed. We zijn tot nu toe telkens gedeeld 11e geworden, net buiten de top 10. Dus nee, ik denk het komt goed. Dit is hem dan, de versie van 2022. Wat voor vragen staan erin? Nou, laat ik pakken. Vraag 22. We waren van de zomer in Ouddorp en daar kwamen we een oude schipper tegen die nu paarden hield. Een van die paarden had een blauwe rechthoek met een brede witte rand op zijn bil. Wat wordt hiermee aangegeven? Elke deelnemer die het boekje komt ophalen maakt foto's in de winkel en voor de deur. Dat is verstandig, zeggen ze. Ja, we maken foto's en filmen ook. Je weet maar nooit wat de vragen zijn. Nee, we doen al elk jaar mee. Dus, en elk jaar zit er misschien wel iets bij van wat ligt er op de tafel, wat had ik aan. Dus we hebben opdracht om te filmen. Dit jaar de hoofdprijs? Nou, dat ben ik bang van niet, nee. Meer voor de gezelligheid, met de buren samen. Kom nou, echt niet. Nee, echt. Wilt u hem niet winnen dan? Nou, ik zou het wel leuk vinden. Tuurlijk wel. Er zijn veel meer groepen die veel beter zijn wat dat betreft. Dus wij doen gewoon voor de gezelligheid mee. Oh, u bent gewoon niet slim genoeg. Ook dat zal het zijn, ja. We zijn wel fanatiek. Absoluut. Maar of we heel slim zijn, weet ik niet. Want je moet echt heel veel mensen kennen in Zeewolde. Dat is een beetje de truc. Hoe groter je netwerk is, hoe meer vragen je weet. Ja, want het zijn vragen die niet op te zoeken zijn op internet. Vraag nummer 55. In de bibliotheek ligt op een tafeltje een vel met een brailletekst. Vul hier onderin wat er op die tekst staat. Oh ja, en let even op met de openingstijden van de biep. De hoofdprijs is €444,40. Maar daar doet niemand het om, zegt bedenker Erik Wallenburg. Het idee is samenhorigheid en dergelijke, omdat toch, en dat zit er wel in, want ze zijn mensen die worden bij elkaar gehaald of de hele buurt opgetrommeld om het toch vragen. En ze bellen elkaar op en dergelijke, of mensen uit, die geëmigreerd zijn, die worden ook weer erbij betrokken. Dus wat dat betreft, samenhorigheid in top. Nou, we gaan weer ons best doen. Alvast bedankt. Kansloos. Nee. Gaat gewoon lukken. Ja, waar ga je eindigen? Hopelijk top 10. We gaan het zien. Wat kostte het in 1955 om een briefkaart te verzenden met de PTT? PTT? Deelnemers hebben tot 30 december 2100 uur de tijd het vragenboekje weer in te leveren. Ik heb 48 uur, nou dan moeten we opschieten. Hey, doe. Doe. De winnaar gaat vooral naar huis met de eeuwige roem. In de laatste aflevering van ons drieluik over een nieuw soort ouderenzorg in Lelystad zie je vandaag de ouderen zelf. In het Sint-Jansdal Ziekenhuis is een nieuwe afdeling geopend voor ouderen die even niet thuis verzorgd kunnen worden, maar die ook niet ziek genoeg zijn voor een ziekenhuisopname. Deze ouderen kunnen nu terecht bij de nieuwe afdeling Getijden. Een van hen is de 82-jarige Jannie van den Brink. Ze kwam met hartproblemen en veel vocht in haar benen op de spoedeisende hulp terecht. Maar er was voor haar geen plek in het ziekenhuis. Nee, er was geen ruimte toen. Nee. En toen ben ik hier naartoe gebracht. Nu wordt ze bij Getijden verzorgd en daar is ze erg tevreden over. Echt, de een net zo goed als de ander. De doktoren, al die hulpen. Ik mag niet anders zeggen. Nee, echt niet. Echt wordt niemand. Ik heb het tegen mijn kinderen verteld, tegen mijn vriendinnen. Het is fantastisch. Ook de vader van Rinke van Veen is opgenomen bij Getijden. Ik vind het heel prettig. Hij woont bij mijn moeder, maar hij is plotseling verward geworden vanwege een infectie. Bleek 1,5 week geleden in het ziekenhuis. En verward zijn en thuis zijn en beide op leeftijd zijn, dat gaat gewoon niet. En toen is hij in het ziekenhuis behandeld in Harderwijk. Is hij weer teruggegaan naar huis na 3 dagen. Maar binnen een week kwam die verwardheid plotseling terug. Nou, toen hebben we op stel en sprong een locatie moeten zoeken waar hij terecht kon. Dat heeft mijn zus gedaan en we zijn uiteindelijk hier terechtgekomen. In deze staat kan zijn vader volgens Van Veen niet thuis zijn. Nu lukt dat gewoon nog niet. Eerst moet echt die infectie weg. Hè, dan komt ook de verwardheid een beetje vandaan. En als dat over is, dan kan hij weer naar huis. Bij Getijden kunnen mantelzorgers zoals Van Veen zelf ook helpen. Ja, we zorgen nu dat er continu iemand bij mijn vader aanwezig is. Vanwege de verwardheid weet hij soms niet precies waar hij is. En als hij dan een bekend gezicht ziet, dan voelt hij zich weer thuis. En het mooie is dat je hier ook bij hem kunt blijven slapen. Dus 's nachts ben ik erbij. Verwacht wordt dat zijn vader door medicatie snel weer opknapt. Voor Jannie van den Brink is dat anders. Zij kan niet meer naar huis en wacht op een plekje in een verzorgingshuis. Dat doet me zozeer. Dat doet me zozeer. Ik zit er net een goedje hoor, in een seniorenwoningje. Net alles leuk en gerecht. Van den Brink staat op de wachtlijst. Ik stond op nummer 1, zei mijn schoonzoon gisteren. Dus ja, ik weet ook niet lang of dat duren zal. Die tijd mag ze in elk geval bij Getijden blijven. Heeft Flevoland een identiteit? Experts zeggen van wel. Afgelopen zomer ging ik op zoek naar de Flevolandse identiteit. En deskundigen vertelden me dat die vooral ontstaat door de bewoners van een gebied. In Flevoland waren de eerste bewoners landarbeiders en ook een heel specifiek diertje, namelijk de kiekendief. Die vogel groeide uit tot een symbool voor Flevoland. Maar wat zegt die vogel eigenlijk over onze identiteit? We gaan op zoek naar de kiekendief vandaag. Ja. Hoe moet zoiets? Is dat ingewikkeld? Waar moet ik op letten? Nou ja, die kiekendief die vliegt hier rond en op een gegeven moment dan hou je de horizon in de gaten en dan zie je hem in één keer rondvliegen en dan denk je van, hé, daar is hij weer. We zijn hier in de Noordoostpolder, vlakbij Krijl, daar voelt hij zich wel thuis. Ja, hier in de Noordoostpolder zitten ongeveer 20 broedpaar kiekerdieven, bruine kiekerdieven. En ja, die zitten heel verspreid door de Noordoostpolder. Goed, dus op weg naar die kiekendief. Waarom is hij zo prominent voor Flevoland? Waarom zien wij hem nu als symbool? Nou, dat hij nu een symbool is, dat heeft te maken met de ontwikkeling van de polder. Toen de polder werd aangelegd, hadden we allemaal rietvelden. Die polder moest droog worden, dus er werd riet gezaaid. En die rietvelden, Ja, daar zaten heel veel vogels in te broeden, er kwamen heel veel muizen in voor. En dat is een hoog gewas. En daar vinden die kiekerdieven een heel mooie plek om hun nest in te verstoppen. Dus ja, die kregen eigenlijk een soort walhalla aangeboden van het meest geschikte biotoop wat ze maar willen. Dus die mensen die hier in Flevoland wonen en werkten toen, die hebben dat natuurlijk altijd waargenomen. Want zo'n kiekerdief is een grote vogel, opvallend. Hij hangt heel mooi in de lucht, als een soort V-vorm. En op die manier is dat wel een soort icoon geworden. We hadden het net over de kiekerdief in het verleden. Nu gaan we de huidige Flevolandse kiekerdief spotten. Ja. Ik heb voor mezelf even een geheugensteuntje meegenomen. Zo zien ze er dus uit? Of, Ja, dit zijn de jongen van de bruine kiekerdief. En dat is het mannetje. Ja, komt-ie. Dan komt-ie. Hier, vliegt hij al. Ja. De kiekerdief. Ja. Prachtig zeg. Nou, daar komt hij weer glijdend. Zie je de V-vorm nu? Ja. Hoe mooi? Mooi op ons af. Ja. Hij laat zich hartstikke mooi zien. Geweldig. Hoe Flevolands is de kiekerdief? Hoe Flevolands? Ja, super Flevolands. Het is een mooie silhouet in de lucht, hangend in V-vorm. Zoekend naar voedsel boven rietkragen. Ja, dat is een fantastisch mooi symbool. Dus de Flevolanders en de kiekerdief, zitten er overeenkomsten tussen? Dat is een leuke vraag. Alle Flevolanders zijn hier natuurlijk in de beginperiode nieuw gekomen. En ja, dat heeft de kiekerdief ook gedaan. Ja. Die zag in één keer allemaal rietvelden en die denkt van hé, hier is veel eten, hier ga ik broeden. En die voelde zich thuis. Maar dus dat de kiekerdief van de polder houdt, dat is ook maar wat wij er misschien een beetje op plakken. Hij volgt gewoon het voedsel. Ja, de kiekerdief volgt het voedsel en er is hier nog steeds voedsel voor hem te vinden. Maar veel minder dan in de beginperiode. Ja. Maar dat is op zich, ja, dat is niet anders. Dat is hoe de natuur werkt. Ja. Het is niet zo dat we... We hebben deze polder aangelegd om voedsel te produceren. Yeah. En nou ja, die kiekerdief die heeft daarvan mee geprofiteerd in de beginperiode. En die kan er nu nog steeds van profiteren, want er is nog steeds voedsel voor die kiekerdief. Alleen veel minder. Yeah. Dus zijn er minder kiekerdieven. Voor de kiekerdief is Flevoland vooral een voedselparadijs. Van de provincie zelf houdt hij niet echt. Maar het is misschien wel een mooi symbool. Morgen hebben we het over Teun Koolhaas, het genie achter Almere.